NTR. Een Nederlandse fashion designer maakt samen met een bekende Nederlandse vrouw de jurk van haar leven. Oude ambachten, nieuwe duurzame technieken en bijzondere verhalen komen samen in Het leven is een jurk. What do you think of my dress? Deze week maakt Jan Tamminjouw een jurk voor actrice Monique Hendricks. De cover gaat mee naar Monique Hendricks. Ik neem een kijkje in haar kledingkast. En alle stukken met het verhaal gaan in de koffer ter inspiratie voor de jurk van haar leven. We moeten natuurlijk in de koffer iets meenemen wat jou het meest kenmerkt aan de hand van kleding. Waar beginnen we mee? Dit blouseje is bijvoorbeeld... Dat heb ik ook tweedehands gekocht. Weet je, ik vind het heel leuk om me te verkleden. En ook in mijn acteren zeg maar steeds iets anders aan te doen. Zodat je je ook anders voelt. En eigenlijk ben ik daar nooit bovenuit gestegen. Je koopt vaak tweedehands omdat het duurzaam is. Ja, het is niet zo dat ik de prinses duurzaamheid ben, hoor. Helemaal niet. Maar ik vind dan wel dat we daar een beetje op moeten letten. Zoveel als je kan. Ik heb bijvoorbeeld ook een tweedehands gala-jurk ooit gekocht. Toen ik gast van het jaar was. In Utrecht. En die heb ik voor €50 gekocht. En nou, dat vind ik dan fantastisch om die te vinden. Maar behalve dat duurzaamheid oog heeft voor milieu, heeft elk stuk natuurlijk ook wel een geschiedenis. Ja, en dat vind ik ook mooi. Dat vind ik ook mooi aan dingen. Hoewel ik wel een beetje moe word soms van de dingen die ik allemaal bewaar. En niet kan weggooien. Ik heb ook zo'n een badjas van mijn vader waar ik geen afscheid van kan nemen. En die doet Ralf dan nog af en toe aan, maar dat eigenlijk nauwelijks. Dus dat is gewoon, dat kan ik dan niet weggooien. Maar dat is echt nostalgie. Maar ja, dit kan ik me voorstellen. Dat dat een herinnering is vertaald van. En hij heeft bijvoorbeeld in een kledingstuk. Ook, deze, het is zo'n hele ouderwetse pyjama. Die heb ik jarenlang aangehad als pyjama gewoon. Dat had hij ook aan. Ja, ik vond dat heel fijn om daar dan in te slapen. En dan, weet niet, had ik het gevoel dat hij een beetje zo om me heen was. Deze mag je niet wegdoen. Nee, hè? Ik zou eerder nog een blouseje wegdoen dan een erfstuk van je vader. Ja. Mijn moeder die had vroeger, woonden wij in Suriname en toen had zij een hele mooie sari. Kijk, nou ja, op de foto lijkt het een beetje paars, maar hij is echt blauw. Van dat, koningsblauw? Koningsblauw is het eigenlijk, ja. Nou, wel toevallig dat Jan natuurlijk een jurk heeft gemaakt voor haar koningin Maxima in koningsblauw. In koningsblauw, ja. Ik vind dat een hele mooie kleur. Dus met zijn ontwerp krijg je er sowieso een koninklijk tintje bij. Ik hoop het. Jan Tamminjouw is in heel Nederland bekend geworden door het ontwerpen van de kroningsjurk voor koningin Maxima. Hij heeft een internationale klantenkring en zijn handelsmerk is borduren met kralen en pailletten. En wat hoop je dat hij gaat maken? Ik hoop eigenlijk dat hij een pak gaat maken. Ja, ik vind het ook een beetje... Weet je, tegen een kunstenaar mag je eigenlijk niet zeggen... Je moet het, ik vind het ook heel irritant als regisseurs helemaal precies zeggen van... Ga zitten, doe dat, ga dan liggen, kom dan weer op. Ja, voordoen en dat je denkt, ja, zo moet het dus niet. Maar dan krijg je een soort recalcitrantie. Dus dat wil ik niet gaan zeggen tegen hem. Maar ik hoop eigenlijk wel dat hij een pak gaat maken. En is dat iets wat je nodig hebt juist op een rode loper? Ja, ik hou niet van popperigheid. Dus ik vind jurken eigenlijk al... terwijl ik heel graag jurken draag. Maar ik hou gewoon niet van popperige jurken. De inhoud van de koffer van Monique is de start van een bijzondere reis naar de jurk van haar leven. Eerst kijk ik verder in de wereld van Jan Tamminjouw. In een overzichtstentoonstelling van zijn werk mag ik de jurken van dichtbij bekijken. Hallo. Allemaal met de hand gemaakt. Een eigen vleugel in een museum, Jan. Ja, in ieder geval hetgene wat ik echt leuker aan vind... is dat ik een keer kon laten zien wat we nou eigenlijk al die tijd hebben gedaan... en wat we niet hebben gedaan. Dat natuurlijk de meeste mensen mijn werk niet kennen. Ze kennen het van een heel klein plaatje. Tweedimensionaal plaatje. En hebben nooit gezien dat het echt geborduurd is. Of wat het dan inhoudt, dat borduren wat ik doe. En daar hebben ze misschien iets van gelezen. En op die manier. Dus nee, dat is leuk. De echte Jan. De echte Jan. Waar de passie zit. En waar de liefde voor het vak zit. Was dit een van de dromen? Tentoongesteld worden in een museum? Nee. Nee, helemaal niet. Mijn droom was jurken maken op deze manier. En
het feit dat ik geloofde in het feit dat, dat enkele jurken, één jurk voor één klant, dat, dat dat nog steeds een waarheid had. Ik geloof echt dat we nog steeds kunnen borduren. En ik geloof echt dat het in Nederland ook kan. En... Volgens mij wat je nu omschrijft is couture. Ja. Dat er plek is voor een item met een ziel. Want dat is wat je maakt. Ja, en dat er plek is om te kijken naar, de vrouw die voor je staat. En dat je dus de tijd neemt om haar even te zien. Zorgen dat zij vlamt op de manier dat zij wil en kan vlammen. En het hoofd, daar gaat het om. En dat, dat moet allemaal, moet alles naar boven leiden. Dat jij dus naar binnen komt en welke slag je wil slaan ook kunt slaan, om maar zo te zeggen. En dat, dat is wat je doet met kleden, of wat ik doe met kleden. Monique wil straks haar slag slaan op de rode loper van haar nieuwe internationale film. Maar wel zo comfortabel mogelijk. Monique zelf heeft eigenlijk een smaak als een bos wortels. Het ziet er nooit uit, behalve dat de vrouw zelf wonderschoon is. En ik voel me dan bijna schuldig dat ik dan vraag van, maar waarom een jurk en niet een pak? Maar het wordt een jurk, of wordt het een pak? Uiteindelijk is dat haar keuze. Hallo. Hallo, gezellig. Kom erin. Hi. Jan. Monique. Hallo, Monique. Mag ik je koffer pakken? Ja. Nou, dank je. Dankjewel. Wauw. Wil je iets drinken? Ja, ik wil heel graag een... Mag ik het aanraken eigenlijk? Ja, dit zijn kleren. Dus mag je het aanraken? Dus je mag het aanraken. Oh, ik heb altijd geleerd dat je het niet mag aanraken, terwijl je dat meteen wil. Het zijn stoffen, wat graag wil je aanraken, als niet aanraken. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik vond het een hele leuke ontmoeting. Ik vind hem heel... Hij is zo zorgvuldig. Ik kreeg niet het gevoel dat ik een olifant in een porseleinkast was. Wat je soms ook hebt bij sommige ateliers of bij jurken. Dat je denkt, oh, ik mag ze niet aanraken. Of nee, zegt hij, het is stof, je moet het aanraken, weet je wel. En dat vind ik dan heel fijn. Wat is dit voor lekkers? Dat maakt mijn moeder dus zo. Ah, nee, dat meen je niet. Ja, ik vond het ook heel lief. Zo, die kopjes en die zijn dan oud. En dat dienblaadje en chocolaatjes en... En zo gaat hij ook om met mensen. Dat, dat gevoel krijg je. Goed, we zijn voor jouw jurk hier, niet voor ja. mij. Ja. Of in ieder geval, ik neem aan een jurk. Ja, ja, ik ben eigenlijk van de pakken. Ik voel me in een jurk toch altijd, en zeker op premières. Ja. Er zijn een paar première jurken waar ik me lekker in voelde, maar die zijn toch echt wel op één hand te tellen. Je weet vanaf het begin wel wat je wil gaan doen. Zeg maar bij de eerste hand, om maar zo te zeggen, bij de eerste beweging die iemand maakt, weet je ongeveer wel waar je naartoe zou kunnen gaan. Het leuke, en dat had ik dan niet zozeer door, dus het leuke daarin is dat ze, ik denk ook een echte Jantemunio-vrouw is. Ik heb bijvoorbeeld ooit één jurk gekocht toen ik gast van het jaar was in Utrecht. En toen wilde ik dus wel opvallen, dus ik wil groot rood. Ja. Dus toen ben ik gaan zoeken op Marktplaats. Ja. En toen vond ik deze jurk in Eindhoven. Maar die paste ik en die was €50. Ja. En die dacht ik, yes, die heb ik. En, maar weet je wat ik ook... Je bent dus niet bang voor je lichaam te tonen? Nee, dat niet. Nee. Ik heb wel geleerd om van mijn lichaam te houden, zeg maar. Dus wat ik mooi vind aan iemand is als ze ook bewust is van haar omgeving. En niet alleen maar op de voorgrond staan en ik interesseer me niet voor de rest van de wereld. Dus het mooie is dat ze dus zich kan verplaatsen in de anderen om haar heen. En dat vind ik een inspirerend iets. En dat vind ik een mooi iets als een mens dat heeft. Maar ga je dan voor de foto's? Of ga je dan voor de... Dat tegenwoordig alles gaat om die foto. Voor premières, omdat dan iedereen dat kan dus posten moeilijk, en doen. Dat heb ik dan geleerd, dat je dan bij zo'n foto met je schuin moet gaan staan en dat je dan net je vormen beter... Dat vind ik dan echt moeilijk om... Ik ga dan eerder het contact aan met zo'n fotograaf. Ja, rechtstreeks. Ja. Dan dat ik foto... Ik vind eigenlijk fotoshoots heel moeilijk. Ja, nee, maar dat is logisch. Ja, dan, als je dus niet... Zo, als je dan... arm weer te dik en dan is het weer... Ja. Dus de logica van alles is, als je je armen dicht tegen je lichaam duwt, blok je elke vorm van zichtbaar. Dus het spel is armen wijd houden, waardoor je altijd deze openingen laat zien aan de camera's. De esthetiek bij foto's, waar hij het ook over had, dat had ik dan wel weer geleerd met die ruimte. Want wat ik namelijk merk, dat als ik lekker in mijn adem zit, dat je ook veel makkelijker ademt en dus ook makkelijker beweegt.
Monique kleedt zich als een Jan Tamino-vrouw. Om te kijken welke kant het ontwerp op moet gaan. Wil je met me trouwen? Ja, in de kleur wit is het dat. Nee, maar je moet alleen naar het silhouet kijken. Het is niet naar de borduur kijken. Het is niet naar de. Het is alleen. Deze drie dingen zijn allemaal niet naar de borduur kijken, niet naar de kleur kijken, niet naar de. Het is alleen puur silhouet. Ja, ik zou me hier ongemakkelijker bij voelen qua foto's. Ja. Ik heb iets geleerd nu van jou. Die ruimte in je armen. Ja. Ik neem me wel voor om volledig open te staan voor waar hij mee komt. En dit is nu ook natuurlijk allemaal, dit moet iets lager bij jou. Dat is sowieso de beste staat van zijn. Gewoon met een milde blik de wereld tegemoet treden. Dat is wel heel mooi, vind ik. Ja, ik vind hem ook heel fijn. Ik vind de kleur heel mooi. Ik denk alleen dat ik hem dat ik dit te horizontaal voor je vind. Oké. Okay. Persoonlijk, maar dat is meer. En ik vind wel dat je hem goed tot leven brengt. Dit is mijn moeder met die sari. En ik, als kind vond ik dat, die had zij dus in Suriname, heeft ze die gekocht ooit. En... Maar is het dan de kleur of is het het gevoel van de sari? Het is ook het gevoel van de sari, omdat het ook gevoel van vroeger of zo. Ja. Monique is echt een familiemens. En ik mag de hele familie ontmoeten. Monique, waar zijn we en wat gaat er gebeuren? Ik heb een familieweekend en dat doen wij altijd eigenlijk ter ere van mijn oma. Want die had een kledingwinkel vroeger en die was een ontzettend familiemens. Dus ieder jaar komen wij samen in een park met allemaal huisjes en met een catwalkwedstrijd. Oh, natuurlijk, omdat je oma een kledingzaak had. Precies. Ja. Nou, ik moet dus even mijn make-up corrigeren. Van je dochter? Ja, die is nou heel kritisch. Maar je volgt haar advies dan? Ja, eigenlijk kom ik heel vaak van de trap af en dan zegt Javai, mam, dit kan echt niet. Of Ralf stuurt mij terug, omdat ik dan vloekende dingen aan heb. Of dingen die, ja, zoals nu bijvoorbeeld, dingen die dan te veel weer bij elkaar passen. Maar ja, ja. Matchy. Ja, precies. Dus ik heb er gewoon niet echt gevoel voor. Vroeger bij op de toneelschool noemden ze mij en een vriendin altijd de zak van Max. Omdat we dan inderdaad hele wijde dingen en gewoon iets wat lekker zit. En hier voel ik me lekker in. Wat was het laatste waarvan je dacht, mama, dit kan echt niet? Nou, dat was eigenlijk vanochtend. Want vroeg ze of ze het shirt misschien boven de blauwe jurk kon dragen. En toen moest ik toch even zeggen dat het echt niet kon. Ik had ook ergens gelezen dat je als actrice best wel bijgelovig bent. Ja, dat wel, ja. Waarin uitzicht het? Nou ja, dat ik bijvoorbeeld, en dan, als ik onder de douche sta en dan ga ik koud afdouchen en dan moet ik drie rondjes draaien onder de douche, dat soort dingen. Of voordat ik ga spelen, aan mijn vader denken. Ja, van die gekke dingen die... Maar die je wel helpen om te presteren. Ja, en ook met kleding wel. Van die, weet je, als ik die... dat ondergoed draagt, dan gaat het goed of zo. Ja, eigenlijk een beetje om mijn angsten te bezweren, want die heb ik ook nogal wat, hoor. Je zegt heel vaak dat er in interviews vaak naar je vader wordt gevraagd, omdat je hem op een vrij vroege leeftijd al hebt moeten missen. Maar dat je moeder misschien nog wel veel belangrijker een rol speelt die in je rol. Ja, en die is natuurlijk ook, die is er al mijn hele leven, mijn moeder. En die staat altijd klaar. Ik vond dat zo ontroerend toen met de televisiering, toen we genomineerd waren met Penosa. Toen zij zei dus toen van dat wij het net als Carmen met z'n viertjes hebben gerooid, weet je wel? Dat zij zo... Zij alleen met drie kinderen. En dat vond ik zo ontroerend. En dat vond ik zo... En toen dacht ik van ja, jij bent eigenlijk... misschien wel veel meer van invloed geweest op hoe wij met dat verdriet zijn omgegaan. Want zij legde niet haar verdriet op ons. Dus zij bleef gewoon, ze ging weer studeren, ze ging naar Amsterdam toe, omdat ze dat een leukere stad vond als alleenstaande vrouw. En ja, dus ze ging door met leven. En dat is het beste voorbeeld wat je kan krijgen. Dat de dood er nu eenmaal is en dat je... Dat je het leven viert. Dat je het leven viert, ja. Ik ben toch eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar Monique als een klein meisje. En met wat voor soort gevoel voor stijl dat ging in die jaren? Heeft u haar dat bijgebracht? Nou, ik denk niet dat ik haar veel stijl bijgebracht heb. Maar mijn moeder heeft mij wel veel stijl proberen bij te brengen. Die zei altijd, ik weet wel wat mooi is. En wat was dat dan? Galant, eenvoudig.
Dat vind ik heel mooi. Wij speelden ook altijd in haar trouwjurk. We mochten dan spelen in haar trouwjurk en bruidssluier. En die was dan bijvoorbeeld, die heb ik gebruikt voor mijn eerste film, haar bruidssluier. Daar moest ik mee de zee in lopen in Venetië. Die is daar gewoon naar de bodem gezakt. En ik durfde dat helemaal niet te zeggen. Oh, shit. Maar toen zei ze, weet je wat ze zei? Nou, dat is toch een hele mooie bestemming voor onze bruidssluier. Nou ja, echt kippenvel. Ja, ja zo is, dat is mijn moeder. Ja, die wordt gewoon niet boos. En dat is fijn voor mijn familie, vind ik. Dat, er valt geen onvertogen woord. En het is niet zo dat we dingen ontkennen of zo. Maar ik denk dat wij wel laten, weet je wel, leven en laten leven. Dat dat wel een groot goed is, wat ik van haar geleerd heb. In wat voor een jurk zit die Monique het liefst? Ja, ik denk wel een mooie, lange jurk. Die strak afsluit. Maar het moet wel een jurk zijn, daar bent u wel over. Ja, 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 Monique ja. Zei, misschien wordt het wel een broekpak. Ja, zou kunnen, maar ik vind een jurk mooier. In de kleding van Jan gaat dagen handwerk zitten. Zijn doorbraak is de postzakjas. Gedragen door koningin Maxima. En gemaakt van oude postzakken. Bij de postzak, hier. Ja, wat betekende dat, het feit dat de toekomstige koningin een ontwerp van je droeg? Wat betekende dat voor jou? Het was voor mij een hele persoonlijke collectie. Het ging heel erg over het feit van het koesteren van iets wat hè, dus leven heeft gehad. En dat we dat juist moeten koesteren en niet moeten, hoe noem je dat? Wegkrassen. Hè, dus het feit dat... Erfgoed heb je het over. Nou ja, erfgoed, maar ook gewoon het feit dat we met z'n allen moeten omarmen dat we leven. En dat een vlek op iets of een scheur in iets ook een mooie aantekening is op een landkaart van momenten. Dus het feit dat zo'n postzak, hè, dus dat je, als je het, deze, zie je nergens, maar er zitten gaatjes in en sommigen hadden de postbode pleistertjes opgeplakt. En, of met naald en draad weer dichtgezet. Dus de schoonheid juist van iets wat iets koesteren en iets blijft bewaren en iets dus nou ja, laten leven, vond ik de schoonheid. En dus toen ik deze collectie maakte, was mijn oma een tijdje daarvoor overleden. En die had zeg maar een stapeltje brieven en er waren de liefdesbrieven en belangrijke brieven voor haar. Dus toen we ze openmaakte en dat allemaal openschoof, zag je zeg maar die tekening van licht op die brieven. En toen ik dus uiteindelijk in mijn atelier terugkwam, toen dacht ik, oh, al die brieven hebben in die zak gezeten. Dus hoe mooi is die zak dus eigenlijk? En we moeten die zak dus eigenlijk koesteren, want het heeft van jou, iedereen heeft het iets in zich gehad. En leuke, minder leuke. En nou ja, zo. En dus dat toen uiteindelijk zei van, ik wil dat jasje. Ik zou dat, hè, dat was voor mij natuurlijk, dat, oh, ze begrijpt het. Heb je al een idee wat het voor Monique moet gaan worden? Kleur is toch een krachtige, maar diepe kleurvorder. Weet ik ook dat we dat gaan doen. Qua silhouet spelen dus met het zogezegd mannelijk versus vrouwelijk silhouet. Dus wel het stoerdere aan haar, maar ook dus die hele zachtheid. Maar het wordt een jurk of wordt het een pak? Dat uiteindelijk is dat haar keuze. Het proefmodel is klaar. Monique gaat kijken of het haar past en of het silhouet klopt. Assistent Leen helpt haar met aankleden. Gezellig. Ja. Dankjewel. Nou, hier hangt ie. Ja, is goed. Ja, met jou. En, hoe voel je je in de rok? We hadden de vorige keer de broek en we hadden de jurk aan natuurlijk. Ja. En nu zie je de versie, omdat je de broek al hebt aangehad. Mm-hmm. Omdat je dit nu, of het nu heel vreemd voelt bij je. Want ik vind het namelijk wel lekker staan. Ja. Nou kijk wat ik... Wat het voordeel is van een broek, maar dat is dan zeg maar qua duurzaamheid, maar dat is meer mijn eigen duurzaamheid, dat ik denk, met een broek ga ik hem veel vaker aandoen. Ik ga dit gewoon op een feest bij mij thuis, zeg maar, een feest wat gewoon, ga ik dat niet aandoen. Terwijl een broek doe ik dan wel aan. Ja. Dus die ga ik gewoon, en ik ben gewoon bang dat er dan dadelijk, ik bedoel, ik heb...
een aantal gala jurken in de kast hangen. En die doe ik dan één keer aan. Met de première van Kay. Nou is er bijvoorbeeld een jurk voor mij gemaakt. En die doe je dan één keer aan. En dan hangt die daar. Of dan ligt die daar. En dat vind ik dus eigenlijk zonde. Zeker voor een Tamino. Ik bedoel, ik hoop niet dat ik je dan beledig. Want ik vind het namelijk wel... Omdat ze allebei... Het is allebei mee. Ik heb heel kriebels in mijn buik. Ja, eigenlijk heel lief hoe hij dan zegt, oké, die catsuit hebben we al gezien, dus nu maken we de jurk. En ik voel me dan bijna schuldig dat ik dan vraag van, maar waarom een jurk en niet een pak? Maar hij laat wel echt de ruimte om daarover na te denken. Als je over praktische kant in het leven praat, ja, dan praat ik vrij weinig over in het leven. Nou dus ja, daar praten we misschien vrij weinig over. En dat is misschien ook niet haute couture. Cultuur, want wat jij maakt is gewoon kunst. Wat ook, snap je? Kijk, als ik in een museum zou staan, dan zou ik liever zo staan. Ja. Dan misschien wel in een pak. Ja, het is allebei even goed, maar het is allebei een totaal andere Monique. In de zin van, zeg maar, het pak kun je ook naar een day wedding aan bijvoorbeeld. Dan kun je veel meer momenten aan. Dus dat wel een jurk met een sleep. Sta je ook veel meer mee in het middenpunt. Omdat dat uiteindelijk moet zij knallen en zij moet aangaan in de outfit. Ja, ik vond het een beetje eng om te vragen of te zeggen waarom die dan toch voor de jurk was gegaan. Want ik dacht, misschien beledig ik hem daarmee. Omdat je als kunstenaar, ja, dan wil je natuurlijk gewoon, moet je gewoon kunnen maken wat je wil maken. Maar je moet natuurlijk ook aan je publiek denken. Nee. Ja, kijk, als ik nu moet kiezen, dan kies ik toch voor een broek. Maar dat komt ook omdat ik... Ja, dat heeft natuurlijk niks met duurzaamheid te maken, maar ik vind dat wel duurzamer. Maar ik was blij hoe het stond. Nou, nou moet ik wel even gaan bedenken wat ik nou wil. Dit wordt echt een lastige beslissing, maar ik mag er tot maandag over nadenken, dus dat is heel aardig. Ja, van zolder bij oma. Tot koningin. Ja, de zolder is voor mij altijd een plek geweest waar je natuurlijk als kind speelde. Ik sliep altijd op zolder. En toen oma dus op een gegeven moment me vertelde dat het dus uiteindelijk voor haar allemaal waardeloze dingen was. Was voor mij dus op dat moment ook zo'n hele grote schok. Omdat het was mijn alles. Het waren mijn schatten. En daar had ik uren mee gespeeld. En dat was mijn, hoe noem je dat? In kistjes en in dingetjes dan weer verzameld. En dat dacht van, mag niemand weten. En dat is van mij. Dus dit is eigenlijk een hele korte samenvatting van jouw oeuvre. Van zolderkamer van oma tot het prinsessenjurk. Ja, dat je ook besefte van, over 100 jaar is deze foto er nog steeds. En ik wilde mensen... net tegen je zeggen, realiseer je je dat deze jurk... en Jan door deze jurk in alle geschiedenisboeken... Ja. En op die manier gewoon ons erfgoed wordt. Ja, dus dat wat je natuurlijk hoopt is dat je mensen inspireert. En al is er maar één moeder met haar dochter of moeder met haar zoon... die dan in één keer die jurk ziet en denkt van... Ja, dat is alles wat ik mag doen en kan doen. Dus dat is dus een feest. Na dagen handwerk in het atelier van Jan is het ontwerp voor Monique klaar. Ja. Nou, Monique. Oh, spannend. Hey, Leen. En is klaar om... Zij gaat hem nu aanpassen en dan gaan we de laatste... Wauw. Oh, wat mooi. Ja. Oh. Hij heeft hard gewerkt. Jezus. Dag, schat. Hallo. Heb je even gedacht, zeg? Ja. Wauw. Jezus. Wauw. Nou, ga jij me aantrekken? Ja, ik ga me aantrekken. Gaan we hem echt zien? Ik ga hem gewoon aantrekken. Dat is het leukste. Tadaa. Maar ik was eigenlijk ontroerd toen ik binnenkwam en het zo zag hangen. Ja, dat dat dan voor mij gemaakt is. Ik weet niet. Ik vind het wel echt... Je maakt het ook niet elke dag mee, hè? Ik heb van Leen geleerd dat iedereen een koningin is. Dat is eigenlijk wat Jan natuurlijk ook, snap je? Ja, ik vind het zo'n eer dat hij dat voor mij gemaakt heeft. En eigenlijk wil ik hier nu gewoon niet weg. Ik vind het lekker dat je die handen in je zak kunt doen. Ja. Ik ben hier zo blij mee. Ja, het is echt zo fantastisch.
Nee, heel blij. Het staat ook. Ik ben echt heel blij. Jij toch ook wel? Nee. Ondanks het feit dat het een pak is. Oh, nee, daarom. Dus de pak, daarom hebben we hem ontworpen. Maar het was alleen meer, zeg maar, in mijn zoektocht nog met je van, zeg maar, op zo'n rode loper, als je hem dan, zeg maar, de nonchalance van het pak hebt, maar het is een rok, wat dan iets meer, hè, zeg maar, dat bedient, waar voel je je dan, hè, comfortabel? Want in de tekening is het natuurlijk wat anders dan weer dat je het, als je het echt voelt. Ja. Ja, te gek. Fijn. Ga je mee, Leen, naar de première? Ik ga mee. Ik ga in ieder geval mee in de auto. In een film speelt Monique samen met acteur Roeland Vernhout een getrouwd stel. Samen zullen ze straks de rode loper sieren bij de internationale première. Kijk wat je hebt meegenomen. Ja, hey. Hallo daar. Hey, wat is die prachtig? Echt mooi, hè? En het kleurt zo mooi met het groen hier allemaal. In stijl naar jullie eerste première samen. Ja. En ik zou voor jou heel graag willen horen wat je verwacht dat ze zo meteen draagt. Het zijn natuurlijk twee dingen. We hebben twee aspecten. We hebben Janta Minihau. En als ik Janta Minihau denk, denk ik natuurlijk altijd toch een beetje aan de koningin. heel veel aan spiegeltjes en kraaltjes, denk ik altijd bij Janta Minihau. Maar ik ben ook benieuwd, het heet de jurk van je leven. Dus op een of andere manier verwacht ik dat de jurk ook bijna een soort biografietje wordt van Monique zelf. Dus ik ben wel heel benieuwd wat voor elementen er in de jurk zitten die het verhaal vertellen van wat Monique is. En dit is een kerk? Dit is, nee, een kasteel. Oh ja, want kerken. Nee, dit is een kasteel en hier heb je een zendmast. Dus je hebt gewoon, en hier heb je dus twee parasols op het strand, dus liggen ze lekker op het strand. En hier heb je de boot. En hier heb je het vliegtuig dat aankomt vliegen. Dus je hebt dus een heel, hoe noem je dat? Ja, een heel leven eigenlijk. Een gezellige wereld op. Dankjewel, hè. Jij ook. Fijn. Kan je je voorstellen dat een rode loper voor een vrouw, en zeker de hoofdrolspeelster van een internationale film, dat een spannend gegeven is? Rode lopen is altijd een spannend gegeven. Je staat op zo'n ding, je wordt gefotografeerd, iedereen loopt te roepen. Je weet dat die foto wordt beoordeeld. Hè. Soms sta je zelfs in die ellendige bladen met 5 of 1 champagneglaasje ernaast of een ster. Je kan er heel erg naast zitten namelijk. Ik hoop dat wij schot in de roos hebben. Dat hoop ik ook. En dat Jan iets gemaakt heeft wat... Ja, het meest comfortabele en het meest eigen in Monique naar boven haalt. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ik gevoel ga hebben, oké, hier ben ik. Dit is het. Weet je wel, zo trots en lekker. Zoals het lekker voelt, ga ik me daar ook lekker voelen. Dat weet ik zeker. Ja, ik voel me er thuis in en dat is heel bijzonder. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben echt wel benieuwd ook. Mag ik voorstellen dat je tijdelijk even je handen voor je ogen doet? Ja, ik wil... Ik heb het gevoel dat ik ga trouwen. Wauw. Ik mag echt niet kijken. Nee, ik mag echt niet kijken. Roeland? Ja? Ze staat voor je. Echt waar? Ja. Wauw. Hallo, lieverd. Wauw, het is mooi. Dankjewel. Goed, hè? Ja, het is echt heel mooi. Maar ik vind het ook heel stom, maar ik vind het ook echt heel erg jou. Ja, hè? Ja, het is allemaal geborduurd en met kraaltjes. Het is heel mooi. Hallo. Een hoekje. Gaan we rijden naar de première? Ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in, ja. Ik ben heel blij dat ik zo met jou... Of de rode loper was. Ja, echt? Ja. Hij heeft mij een cadeautje gegeven. Ik ga je een zoen geven. You are glowing. Dat is het allerbeste wat een jurk kan doen. Open het. Here we go.
is helemaal klaar voor de première van haar nieuwe film. Met Jan Tamino praat ik nu verder op NPO 2 Extra over zijn visie op mode en kleding. En volgende keer hier op NPO 3 maakt Maison de Vaux een bijzondere jurk voor kickbokser Lucia Rijker. NTR, speciaal voor iedereen.